Dag kakelverse, of minder kakelverse, burgemeesters en schepenen. Mijn naam is Hans van Dijk, professor gedragsecologie. En misschien hoort u mij wel eens op radio of op televisie praten over allemaal beestjes, over de dieren, de bonte wereld van de biodiversiteit. Soms is dat wel een verhaal met een angel. En als u denkt aan een verhaal met een angel, dan is politiek misschien niet ver af. Niks is minder waar. Ik denk dat er ook heel andere verhalen met angels te vertellen zijn. Over bijen, over vlinders, over vogels. Over het leven rondom ons, soms dicht bij ons. Heel belangrijk, maar vergeten dat vaak. Wat ik jullie toewens voor jullie nieuwe legislatuur, is eigenlijk veel gezoem. Gezoem van die mannen met hun verhaal met een angel. Die er ons op wijzen dat het belangrijk is om heel wat levensvormen dichtbij te hebben. Natuur in de stad. Natuur niet alleen in natuurgebieden, maar ook in landbouwgebieden, industrie. Het zijn graadmeters, een soort barometer van hoe goed steden en gemeenten het hebben. Dat dachten we zo niet, dat begrepen we vroeger zo niet. Maar de wetenschap toont ons hoe langer hoe meer hoe belangrijk ook bijen en andere vrolijke rekkers kunnen zijn om ons de weg te wijzen. Innovatie. Bij sociale insecten, we kunnen er heel wat van leren. Dus, dames, juffrouwen, heren, wat ik jullie toewens, is wijsheid. Wijsheid en inspiratie. En vooral bio-inspiratie. En vergeet niet, verhalen van natuur en de levenskwaliteit in je stad of je gemeente zijn voor iedereen belangrijk, van welk politiek kleurtje ook. Maak er maar eens bond van en ik wens jullie veel gezoem als ik door de Vlaamse steden en gemeentefiets binnen een paar maanden of een paar jaar. Ik kom langs. Succes ermee.